Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Jullie zien het misschien wel aan de titel. Ik ga een mierenkolonie maken. Kijk, misschien kan je het wel zien. Hier zitten allemaal kleine miertjes. Kijk. Hier zit er eentje. Hier. Daar zitten er gewoon heel veel. Kijk, ik zal eens een plek laten zien waar er echt heel veel zitten. Kijk, hier zitten er echt. Hier. Maar jullie kunnen het waarschijnlijk niet zo goed zien, kijk. Hier zie je er, zie je? Hier ze zitten er met z'n tweetjes. Dit zijn kleintjes. Dit zijn allemaal kleintjes. Maar van voor aan de tuin hebben we grotere zitten. Dus ik ga daar. Oh, kijk, hier zit er eentje. Scherp, dank u. Dus ik ga eventjes, ik ga even van voor aan de tuin, ga ik ze proberen te vangen. Ik ga ze gewoon proberen te vangen. En als ik ze vang, ik hoop dat ik er vandaag minstens 1 of 2 kan vangen. Want ik heb er al een paar gevangen, maar ik weet niet precies of dat koninginnen zijn. Ik heb ze in mijn potje in de garage staan. Dus op zich kan ik ze wel eens tonen. Ik heb money, jongen. Ik zit met TikTok in mijn hoofd. In deze pot zitten ze er. Ja, ik zal de deksel eens open doen. Wacht, dan zet ik eventjes mijn potjes hier neer. Eens kijken, hè. De doos. Deksel eraf. Waar zitten we eens kijken, hè? Hier, ik weet niet. Ik denk wel dat het een koninginnetje is, want dat is wel een grote. En ik had ze bij de kleintjes gevonden. Ik zal er nog eens een paar zoeken. Ik heb er vier normaal. Ik zie er eentje maar. Ja, dus ik heb er 4. Dat maakt nu niet zoveel uit waar ze nu zitten. Ze hebben waarschijnlijk ergens een nestje gebouwd. Maar ga ze nu niet meer storen? Of zou ik ze in mijn potje doen? Ik ga andere vangen. Want dan kan ik ook aan jullie tonen hoe ik ze vang. Ik heb zelfs een mierenopzuigding. Ik kan dat op zich gaan halen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik ga dat gewoon met dit potje doen. Lekker makkelijk. Doe ik licht uit. Het is veilig voor de mieren. Zitten ze niet in het donker. Maar ja, ik ga proberen dus te vangen. Get money, Get money, Wait. Oh, ski. Eens kijken. Mieren zoeken. Ik heb er al eentje gevonden, zeg. Hier. Potje. Zo, er zit er alleen een mensen. In mijn potje, hè. Waar is hij nu? Hier is hij zo. Hier zit er nog een. Dit is volgens mij ook wel een koninginnetje. Volgens mij heb ik hem hier in zitten, ik weet niet zeker. Ik zal eens kijken of ik hem erin heb zitten, hè. Ik kan het niet goed zien. Maar hier zit er dus eentje. Ik ga proberen die, als hij hier opkomt, zou chill zijn. Oh, ik ga met een blaadje die erop doen. Ja, dat is een slimme idee, een blaadje zoeken. Zo, een blaadje. Omdraaien, domme ding. Mijn god, is hij nu echt dood? Nee, dat kan niet. Hij leeft nog. Dat is zielig. Zijn poot is eraf. Hier, dan gaan we die eens pakken. Hier komt die.
Allee, stom ding. Ja, ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ja. Zit erin, zit erin. Gotcha. Het blaadje. Oh, hier zit hij. Ik ga het blaadje eruit halen. Zijn er al een mierenkoningin aan mijn wangen? Dat is wel chill. Eerst kijken. Oeh, hier is er nog eentje. Nog eentje, nog eentje. Alleen, ik kan die niet vangen. Ik moet meer potjes hebben. Oké, dit was video 1. Er komen ook nog andere video's. Waarschijnlijk als ik er al een paar meer heb gevangen. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik een huisje ga maken. Ja, dat was het voor deze video. Ik heb jullie een paar mieren van achter laten zien. Een paar kleintjes. En ik heb jullie laten zien hoe je een mierenkoningin moet vangen. Want echt gewoon letterlijk heel mijn terras zit vol met koninginnen. Ik weet niet hoe dat komt. Het is gewoon, ja, perfect. Maar ik ga jullie, ik ga jullie nu moeten storen. Dus later, hè. Dag. Dag. Tot de volgende mierenvideo. Later.